Ben je benieuwd waarom je je huisdier het hele jaar door moet behandelen tegen vlooien? Ik leg het je graag even uit. Zo'n 95% van de cyclus van de vloo vindt plaats in de omgeving van je huisdier. De vlooien die je op je huisdier ziet, is dus maar een heel klein deel van het probleem. Elke keer als je hond of kat gebeten wordt door een vloo, is het alsof je geprikt wordt door een speld. Daar kan jij wat aan doen, maar ik ga eerst wat vertellen over de cyclus van de vloo. Een vloo springt op je huisdier en zo'n 24 uur later zal een vrouwtje 50 eieren per dag leggen. Die eieren die vallen van je huisdier en liggen op plekken in je huis waar je huisdier zich het meest bevindt. In het eitje ontwikkelt zich een larf en die eieren zijn met het blote oog niet te zien. Zodra de larven uitkomen, verstoppen ze zich op donkere plaatsen in de omgeving. In kieren, spleten, tapijten en onder meubels. En deze larven vormen uiteindelijk een kokon, ook wel pop genoemd. En deze poppen kunnen een jaar overleven in je huis. De volwassen vloo komt tevoorschijn op het moment dat hij trillingen voelt en gaat dan op zoek naar een geschikte gastheer. Deze nieuwe generatie vlooien zijn weer klaar om op je huisdier te springen en weer een nieuwe vlooiencyclus te veroorzaken. Om dit proces tegen te gaan, adviseer ik je als dierenarts om je hond of kat het hele jaar door te behandelen tegen vlooien.